natuurvriendelijk isoleren. Wat is dat eigenlijk? Daar gaan we uitgebreid over in gesprek, Harold en ik, met onze tafelgasten. Want iedereen moet van het aardgas af bijvoorbeeld. Dat betekent dat je misschien wel andere warmtebronnen aan moet spreken. Maar vooral, hoe ga je nou je huis zo mooi isoleren of je bedrijf, dat je daar toekomstgericht mee bezig bent? En dan hebben we het specifiek over natuurvriendelijk isoleren. Rondje aan tafel. Mark. Mark Brinkbaumer. Ik ben beleidsadviseur bij de gemeente Lelystad. En jij gaat ons straks van alles vertellen over soorten managementplan. Ja, zeker. Zeker. Die van de gemeente Lelystad inderdaad. In ieder geval van de gemeente Lelystad. Dan hebben we landschapsbeheer Flevoland. Ja, ik ben ecoloog. Ik ben allemaal vooral bezig met mensen betrekken bij natuur en landschap. Dus dat is eigenlijk de centrale rol die wij ook hebben. En hoe lang werk je daar al? Oh, daar werk ik al 25 jaar. En altijd in deze rol of ook andere dingen? Nee, vooral deze rol. Hè. Mensen betrekken met natuur en landschap. Dat is eigenlijk het centrale deel er echt van. En ik hou me veel bezig met beschermde soorten. Ja, waaronder de vleermuizen en de gierzwaluwen. Ja, al die soorten van de stad. Ja. En onze derde gast, Nicolai. Hallo. Hallo, ja. Jij werkt bij de provincie? Zeker, ja. Ik ben beleidsmedewerker, vergunningverlener natuur bij de provincie Flevoland. En jij doet dat ook al een mooi poosje? Doe ik ook al een hele tijd, ja. Nog niet zo lang als Jeroen bij Landschapsbeheer werkt, maar toch al wel 17, 18 jaar. Iets. Oh, heel mooi, hè? Ja. En wat is dan de reden dat je denkt vanuit jouw vak, ik ga bij een provincie werken? Ik werd gehetterend. Oh, kijk. Dus je was gewoon het goede poppetje op de goede plaats. En op het goede moment. En op het goede moment, ja. Dat was toen een echt stukje nieuwe wetgeving. En dan zie je dat overheden ook, ja, die moeten gaan schakelen. En ik was op het goede moment op de goede plaats. En over nieuwe wetgeving gesproken. We gaan het nu hebben over dat natuurvriendelijk isoleren. Mm-hmm. Daar kun jij ons even wat meer over vertellen. Ja. Zeker. Ja, misschien eerst even beginnen met, tenminste, dat ik uit het draaiboek, wat is de probleemstelling? Ja, ja. In de zin van, we zitten natuurlijk midden in die energietransitie. En dat is natuurlijk aan de ene kant hartstikke goed, hè? Want we zijn huis aan het isoleren. We zoeken naar alternatieve energiebronnen. Nou, dat is allemaal ontzettend goed, denk ik, in het kader van duurzaamheid. Alleen, er is een klein dingetje aan, voor de natuur in elk geval. Er zijn ook een aantal wettelijk beschermde soorten die gebruik maken van de woningen waarin wij wonen. En die we dus met z'n allen ook druk aan het isoleren zijn. Nou ja, waarbij in ieder geval de kans bestaat dat die soorten in de knel komen. Want dan hebben ze gewoon letterlijk geen ruimte meer. Dat klopt. En die soorten zijn ook echt daarvan afhankelijk. En dan noem je dit natuurvriendelijk isoleren. Dus dat betekent dat je dus vooral rekening houdt met al die beschermde diersoorten. Ja, nou ja, al die, dat klinkt weer als dat, dat er heel veel zijn. Dat valt op zich wel mee. In Flevoland gaat het eigenlijk om vleermuizen, de huismus en de gierzwaluw. In hoofdzaak in elk geval. Over natuurvriendelijk isoleren. Wat houdt dat nou in? Nou, dat houdt eigenlijk in dat als je gaat isoleren, doe dat dan buiten de kwetsbare periode van die soorten. Mm-hmm. Maar ook als je aan het werk gaat, maak dan eerst de woning of het gebouw ongeschikt voor die soorten. Dat voorkomt eigenlijk dat die dieren slachtoffer kunnen worden, zeg maar. Of dat ze bekneld kunnen raken of nou ja, anderszins. En het derde is eigenlijk, nou ja, zorg ook dat er weer alternatieve verblijfplaatsen voor die dieren over zijn na afloop, zodat we die, nou ja, die populaties van soorten in Flevoland ook kunnen behouden. En daar staat de provincie natuurlijk ook voor, voor het behoud van biodiversiteit. Ja, daar komen we zo met Jeroen over het landschapsbeheer, komen we daar uitgebreid op terug. We hebben een mooi filmpje gevonden van de provincie Utrecht. En dat gaat over waar we straks ook over in gesprek gaan, over het soortenmanagementplan. En daar wordt perfect uitgelegd in beeld wat het inhoudt en vooral ook wat we ermee kunnen en moeten doen. Iedereen met bouwplannen krijgt te maken met de wet natuurbescherming. Ook binnen een dorp of stad.
Door de natuur in de bebouwde kom te beschermen, zorgen we voor een aantrekkelijke, groene en gezonde leefomgeving waar iedereen van kan genieten. Vleermuizen, gierzwaluwen of huismussen zijn voorbeelden van beschermde diersoorten die vaak voorkomen in de bebouwde omgeving. Om deze diersoorten te beschermen geldt er een onderzoeks- en ontheffingsplicht bij bouwen of renoveren in een dorp of stad. Dat geldt voor iedereen: gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren. De provincie verleent onder voorwaarde ontheffingen. Krijgt de aanvrager de ontheffing, dan mag hij aan de slag. Met daarbij meestal de verplichting om extra maatregelen te nemen om bepaalde soorten te beschermen. Dus als een projectontwikkelaar ergens een zonnedak wil realiseren en iets verderop wil een woningcorporatie een kantoor ombouwen tot appartementencomplex en weer iets verder wil een particulier zijn woning isoleren, dan geldt voor al deze projecten afzonderlijk een onderzoeks- en ontheffingsplicht. De kosten stapelen zich natuurlijk op als iedere partij voor elk project een ontheffing moet aanvragen. Ook nemen de onderzoeken en ontheffingsprocedures veel tijd in beslag. Onderzoek naar beschermde diersoorten kan wel een jaar duren. Daarbij komt het nogal eens voor dat dit onderzoek niet op tijd wordt ingepland, waardoor projecten vertraging oplopen. Dat moet toch slimmer, goedkoper en sneller kunnen? De provincie Utrecht gebruikt hiervoor de gebiedsgerichte ontheffing. Dit is één ontheffing voor de hele gemeente. De ontheffing geldt voor de meeste bouwprojecten met een maximum van 10 jaar. Hoe werkt dit? Als gemeente doe je één keer een onderzoek voor het hele grondgebied en je vraagt één keer ontheffing aan. Voorwaarde hierbij is dat je voor de hele gemeente een biodiversiteitsplan opstelt. Je brengt alle beschermde dier- en plantensoorten in kaart en stelt maatregelen op voor de bescherming ervan. Dit noemen we ook wel een soortenmanagementplan, afgekort SMP. De provincie Utrecht kan de ontheffing verlenen op basis van dit ene SMP. De aparte onderzoeks- en ontheffingsplicht voor de meeste afzonderlijke bouwplannen komt hiermee te vervallen. De verplichting om per project extra maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door nestkasten op te hangen, blijft nog wel bestaan. Behalve dat het tijd en kosten bespaart, heeft een SMP nog meer voordelen. Het draagt bij aan versnelling van de woningbouw en de energietransitie, omdat bouwprojecten niet meer vertraagd worden door langdurige soortenonderzoeken. In plaats van de ad hoc bescherming van de natuur bij specifieke ingrepen, zorgt een 10-jarig SMP voor duurzame natuurbescherming. Een gemeente met een SMP voorkomt dat inwoners met bouw- of renovatieplannen duizenden euro's moeten betalen voor onderzoek, leges en bijkomende kosten. Ook is het met een SMP eenvoudiger om inwoners te betrekken bij de vergroening van de leefomgeving en bescherming van planten en dieren. De provincie Utrecht verleent subsidie aan gemeenten die een SMP opstellen. De gemeente kan de kosten natuurlijk ook nog delen met woningcorporaties en projectontwikkelaars. Omdat deze partijen veel bouwen, hebben zij uiteraard veel baat bij een gemeentebrede ontheffing. De gemeentewijk bij Duurstede, Amersfoort en Zeist hebben al een SMP. Is jouw gemeente de volgende die een SMP opstelt voor een gebiedsgerichte ontheffing? Kijk voor meer informatie op provincie-utrecht.nl/smp. Dat was dan de provincie Utrecht. En wij zitten hier natuurlijk Flevoland te vertegenwoordigen met elkaar. Hè? En is dat een aanname, een goede aanname, dat het in Flevoland misschien nog net iets anders in zijn werk gaat? Of kan gaan? Nou, ik heb het filmpje net gezien, maar ik denk dat het in Flevoland gelijk zou kunnen gaan. Het is wel zo dat in Nederland is Utrecht op dit gebied een beetje koploper. Ze hebben ook al een filmpje gemaakt, zeg maar. Dus dat geeft ook wel aan waar ze al staan. Binnen Flevoland hebben wij het project Nahuisolatie en beschermde soorten. Dat draait al een jaar. En we zijn nu... Nou ja, de gemeente Lelystad heeft inmiddels een SMP. Ja, daar komen we straks natuurlijk op. Ja. Maar de andere gemeenten zijn hier wel mee aan de slag. Ja. Dus ze willen wel een SMP gaan opstellen. Ja. Eigenlijk denk ik dat zeker voor ons als provincie ook wel echt een meerwaarde heeft. Hè? In die zin dat het ook echt wel vanuit de provincie iets is wat we zouden kunnen stimuleren. Omdat juist ook die doorlooptijden, juist ook inderdaad in die woningbouwprojecten, maar ook bijvoorbeeld inderdaad rondom de energietransitie, zoals in het filmpje al zei, dat je daar behoorlijk wat tijd kunt besparen, maar vooral ook geld voor de mensen die dit allemaal moeten aanvragen. Ja.
En ik denk dat je daarmee ook wel structureel, en hier wordt al gesproken voor 10 jaar, de natuur op die manier ook goed in beeld hebt en ook goed kunt beschermen. Dus het mes snijdt hier echt nadrukkelijk aan 2 kanten. Ja. Dus ik denk dat zeker voor Flevoland iets is waar we echt ook wel inspanning op gaan zetten om dit samen met de gemeentes ook vorm en inhoud te gaan geven. Mooi doel. Ja. Ja. Je noemt al natuur, hè? Natuur komt. Jij bent van het landschapsbeheer en dan denk je landschap, buiten, landschap, hè? Echt gewoon letterlijk het landschap. Maar wat is nou jullie rol als je... Waarom zit je nou hier aan tafel als we het hebben over natuurvriendelijk isoleren? Nou kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat wij zeggen van ja, we willen samen met mensen aan de natuur werken en het landschap. Maar de natuur is ook gewoon in de stad. Dat vergeet mensen wel eens, maar dat is echt een belangrijk deel aan het worden van de hele samenleving die we hebben. En wat we natuurlijk op dat filmpje natuurlijk ook zagen is van het kan best heel veel ergernis opleveren als je natuur in de stad hebt. Want het vertraagt, je moet allerlei dingen regelen. En daar zijn wij natuurlijk ook voor, dat we willen dat mensen genieten van de natuur. En dat betekent ook een beetje ontlasten. En het is natuurlijk het leuke dat we dan samen met de provincie kunnen nadenken van hoe maken we nou een project waarbij het de mensen makkelijker maken. En toch de natuur zo goed mogelijk beschermen. En wat moeten mensen dan doen als ze zeg maar isoleren tegenwoordig? Er wordt zoveel reclame voor gemaakt. Oh, spouwmuurisolatie, kun je even regelen, zo klaar. Maar zo werkt het eigenlijk dus niet. Nee, eigenlijk als je... Kijk, wat we hier in Flevoland nu hebben afgesproken samen met de provincie... is dat we zeggen van, nou kijk, mensen die willen na-isoleren... die moeten bij ons zich melden. Wij kijken eigenlijk naar dat huis. Wij kijken van... Bij ons is echt landschap binnen Flevoland. Ja, en wij kijken dan naar dat huis. En dan kijken we van, wat weten we van dit huis? Want er zijn gemeentes die echt heel veel onderzoek doen in de stad... over al die beschermde soorten zitten. En wat je bij die SMP's ook zag, van je moet dat eigenlijk weten... Nou, er zijn een aantal gemeentes in Flevoland die dat goed geregeld hebben. Dus je kan zo kijken van, oké, dat huis waar we het over hebben. Wat weten we van dit huis? Zitten er hele bijzondere soorten? Zo niet, dan kunnen we eigenlijk die SMP, het na-isolatieproject starten. En dan kunnen we dus kijken van, oké, en dan kijken wij van, nou ja, wat zou hier kunnen zitten? Wat gaan die mensen nou doen? Dus we gaan met die mensen in gesprek. En dan gaan we uiteindelijk bepalen van oké, dan gaan we deze mitigerende maatregelen nemen. Deze voorzieningen treffen voor die soorten als je gaat na-isoleren. En we gaan met hun bepalen van en op welk tijdstermijn ga je dit nou precies doen. En want Nicolai zei het al, de kwetsbare periode. Ja. Dus de periode dat ze jongen hebben, die vleermuizen bijvoorbeeld. Ja, dan wil je eigenlijk geen werkzaamheden doen. Maar er speelt bij dan na-isoleren ook nog een tweede project. Probleem. Je moet zorgen dat die panden vrij zijn van vleermuizen in dit geval. En die zijn maar klein, hè? Ah, die zijn heel klein. Ja, je kunt er wel even een plaatje van laten zien. Om te merken van, je ziet ze wel eens vliegen. Althans, ja. Zie ze bij de schemering wel eens vliegen. Kijk, en die vleermuizen, dat gaat om deze soort. Dat is de dwergvleermuis. Eigenlijk gaat in bijna alle gevallen om de dwergvleermuis. We hebben in Flevoland 10 soorten, maar dit is wel de belangrijkste. En die is zo groot als een lucifersdoosje. Ja, dus ze hoeven maar een heel klein spleetje te hebben en hij kan erin. Dus eigenlijk zeggen we, over het algemeen kun je niet uitsluiten dat een huis geen vleermuizen heeft. Dus moeten we eigenlijk bijna in alle gevallen zeggen van ja, je moet maatregelen nemen. Maar die reclamecampagnes die we dan wel eens zien, hè, van nou bel vandaag, morgen, ja, morgen nee, is het geregeld. Dat is helaas niet het geval. Als particulier zijn, als je dat zou zien, dan zou je denken, nou hartstikke mooi, het is geregeld. Maar in feite is dat dus inderdaad echt een valkuil. De boodschap is echt dat mensen echt op tijd moeten beginnen. En dat zeggen ook al die na-isolatiebedrijven. Die zeggen van ja, de mensen bedenken dat in de herfst, als de winter eraan komt, gaan na-isoleren. Ja. En dan hebben we wel een probleem, want je hebt maar een korte periode waarin je kan zorgen dat die vleermuizen eruit kunnen voordat de winter komt. In de winter zijn ze inactief in de spouw, dus dan doen ze helemaal niks. Dan krijgen ze dus ook niet uit. En dat betekent dus dat we op tijd moeten beginnen om die vleermuizen eruit te krijgen. Wil je in de winterperiode dus iets kunnen doen? Zorgen voor vervangende woonruimte. Ja, je moet vervangende woonruimte zoeken. Ja. En ik vind het dan wel bijzonder, want het is een beetje een eye-opener, hè? Van je moet je melden als particulier voordat je gaat isoleren. Voordat je wil na-isoleren. Ja. En de nieuwbouwwoningen vallen daar buiten natuurlijk, maar niet allemaal? Nee, wat ik even wil toevoegen. Hè, dit project in Flevoland zijn we vorig jaar gestart. Ja. Dus dat draait echt al een jaar. Samen met Landschapsbeheer. Maar in het najaar is er een Kamerbrief van de minister geweest over natuurvriendelijk isoleren. En die heeft daar eigenlijk een werkwijze natuurvriendelijk isoleren
een landelijke werkwijze van gemaakt. Die weliswaar grotendeels overeenkomt met de werkwijze die wij al in Flevoland aan het toepassen waren. He, maar omdat die nu landelijk is, krijgt dat ook meer navolging, zou ik maar zeggen. En verwachten jullie dan ook dat het in de media, in de Postbus 51 spotjes bij wijze van spreken, dat daar dan ook de aandacht voor gaat komen? Van dat je dat moet melden bij in Flevoland en bij Landschapsbeheer Flevoland? Wat er nog bij hoort, hè, want wat ik nog even mist hier aan tafel, is zeg maar hè, dat het natuurvriendelijk isoleren, dat kan ook uitgevoerd worden door een isolatiebedrijf die dat ook kan. Zeg maar. En als je zeg maar, als particulier daarvan gebruik maakt, dan ben je dus in feite ook verzekerd dat dat dus op een goede manier... Ja, dat sluit aan bij wat jij zei, hè? Van je moet zorgen dat je een bedrijf hebt die ook weet wat die wanneer mag doen. Ja, dat is echt een belangrijk gegeven. Daar moeten ze zich aan houden. En anders kom je niet aan de voorwaarden van dit project. En dan moet je een heel ander traject in. Ja. Ja. Ja, het mooie is wel te zien, hè? Want die Kamerbrief inderdaad, dat is een voortvloeisluit inderdaad die natuurinclusiviteit. Hè? We hebben in Nederland ook de agenda natuurinclusief, mm-hmm. waarbij we eigenlijk op 9 domeinen zeggen van daar moet je rekening houden met de natuur. Dus dat gaat van bouwen tot energietransitie, maar ook bijvoorbeeld in welzijn. Hè? Van hoe kunnen we een aantrekkelijke woonomgeving maken met groen, zodat het ook de gezondheid en het welzijn ook ten goede komt. En het is wel een ontwikkeling die gaande is, maar waarbij je juist bij dit onderwerp ziet dat na-isoleren en isoleren, dat nog wel eens in de knel komt, omdat mensen daar onvoldoende kennis van hebben. Want precies wat jij zegt, hè, er vliegt en er is heel veel in de bebouwde omgeving. Maar heel veel mensen beseffen dat niet. Nee. Dus het is wat jij noemt, daar zou best wel meer aandacht ook voor mogen. Want we tekenen als provincie zijn de ontheffingen. Het is een van de ontheffingen die ik het meest moet aftekenen, deze ontheffing, om zo maar te zeggen. Omdat het gebeurt veel, maar ik denk dat het toch ook nog wel, en dat zeg je in alle eerlijkheid, op veel plekken niet gebeurt, terwijl het wel zou moeten. Ja. En daar lopen we echt wel, moeten we echt aandacht voor hebben. Ja, je moet je voorstellen dat 1 op de 10, 1 op de 20 woningen, daar zitten gewoon vleermuizen in. Dat vergeet iedereen. Iedereen heeft er geen enkel idee van. Maar en je ziet ze dus inderdaad, als je in de zomertijd buiten in de schemering zit, dan zie je ze vliegen en je goh, wat mooi zeg. Ja. Maar niet realiserend, ze kunnen net zo goed in mijn eigen huis zitten dus. Ja, ja. En ook in de nieuwbouw, hè? Dat merk je in Flevoland natuurlijk. En dan dat stapje naar de nieuwbouw. Je hebt dan ook je hebt dan die kasten die je aan de muur hebt, maar tegenwoordig kunnen ze dus ook al integreren. Ja, dus wat ik in de muur. Wat ik bij die mensen die na isoleren dus ga bespreken, is van hoe wil je dat dan gaan doen? Hè? Hoe wil je dan een verblijfplaats maken voor die vleermuizen? Dus ik kijk naar hun constructie, ik kijk naar hun plan. En dan zitten we echt met elkaar aan tafel. Zo van, wat gaan we nou doen? En er zijn vrij simpele oplossingen. Hè, als een kast tegen de muur aanhangen. Maar het kan ook zijn dat ze uiteindelijk iets inbouwt. Je ziet hier bij het plaatje uiteindelijk een soort brievenbusje bij dat bovenover. Er zit een soort brievenbusje boven de naam en dat is het vleermuisverblijf. Ja. Maar je kunt ook, hè, dat is bij na-isoleren eigenlijk nog makkelijker, hè, met borstels. Dat kun je aan die isolatiebedrijven gewoon vragen. Je moet met borstels een gebied afbakenen binnen de spouw waar die vleermuizen kunnen zitten. En dan maak je dus als het ware een ruimte waar je niet na-isoleert, maar waar die vleermuizen dus wel in kunnen zitten. Ja. En dat lijkt op dit moment toch wel de makkelijkste methode om iets te realiseren. Ja. Wat mooi. En in dat filmpje ging het, wat we gezien hebben, ging het ook over, werd genoemd, de versnelling van de woningbouw, de energietransitie. Maken we de overstap van dat de particulieren zich bij landschapsbeheer, bij jou wou ik zeg maar, bij Landschapsbeheer Flevoland moeten melden. Maar jij komt van de gemeente Lelystad. Hoe is dat dan voor bedrijven? Eigenlijk net zoals voor particulieren, die hebben dezelfde obstakels. En je hebt een onderzoekplicht, je hebt een ontheffingplicht. Lasten, die kopzorgen, die willen we eigenlijk bij die mensen wegnemen. Daarom hebben we als gemeente Lelystad, vanaf 2021 zijn we bezig geweest om dat SMP te regelen. Dat hebben wij afgelopen jaar afgerond. En het SMP aan zich is een document wat ervoor zorgt dat die populaties zich positief ontwikkelen. Alleen dat is nog niet voor die particulieren een werkbaar document. Wat daaruit volgt is de gebiedsontheffing. Die gebiedsontheffing, daar ben ik als beleidsadviseur actief mee bezig om met Nicolai te regelen dat wij dat voor handen krijgen. En daarmee bedrijven, particulieren en ook de woningbouwcoöperaties kunnen ontzien van die onderzoek. Ja.
onderzoek. We zien nu een kaartje, zeg maar. Is dat nou de hele gemeente Lelystad? Of is dat nou het deel waar jullie dan die... je ziet hem hier achter je ook de ontheffing voor hebben, willen verlenen. Ah, dit is een kaartje en dit is precies de begrenzing van het SNP. Het is niet uitsluitend de bebouwde kom. En het is ook niet uitsluitend gemeentegrens. Want gemeente Lelystad is veel groter. Het is alleen de regio waar het grootste deel bebouwde omgeving aanwezig is. Nou, en dat is dus niet alleen woningen, maar ook bedrijven? Ja, zeker. Het MKB willen wij absoluut meenemen in de ontheffing. Zodat een bedrijf kan aansluiten, gebruik kan maken van de ontheffing. En dus in een versneld traject kan isoleren. En daar ben ik ook benieuwd. Hè? Want in het filmpje was ook inderdaad, je noemt inderdaad terecht bedrijven en ontwikkelaars en dat soort dingen. Dat die ook mee gingen betalen aan het plan wat dus een gemeente doet. Dus want dit kost de gemeente Lelystad geld. Hoe hebben jullie dat ervaren in Lelystad? Want inderdaad, de woningbouwstichting, de ontwikkelaar, heeft hier profijt van. En hebben jullie ook bij hun aangeklopt van, nou ja, delen jullie mee in de kosten? We hebben een goede afspraak gemaakt met Centrala, de grootste woningbouwcoöperatie in Lelystad. We hebben afgesproken, oké, gemeente is de ontheffinghouder en wij vragen de ontheffing aan. Maar Centrala kan gebruik maken van die ontheffing. Alleen aangezien Centrala in grote aantallen gaat isoleren en dus hele woonblokken doet, in plaats van waar een particulier er maar één doet, draagt Centrala bij door voorzieningen te treffen in de woonblok. En dan kunnen ze veel grotere voorzieningen treffen dan een simpele particulier kan doen. Ja, een tussenwoning, daar kan je niet een grote voorziening plaatsen. Jeroen die had het net al over de dwergvleermuizen en dat is de soort die vrij gemakkelijk te mitigeren is, zoals we dat noemen. Maar een zeldzamere soort, een grotere soort, de laadvlieger, ja, die is een stuk lastiger. En dan moeten we echt actief met de provincie, met de gemeente, met Centrale bovenop blijven zitten, dat we die soort goed kunnen verplaatsen van de verplaatsing. Je doet dan eerst zeg maar ook een in dat onderzoek zit dan ook van welke soorten hebben we die beschermd moeten worden. Dat komt in jullie onderzoek, komt dat dus naar voren? Ja. En het SNP zelf is gebaseerd op jarenlange monitoring. Jeroen zei het net al. En de ontheffing is gebaseerd op basis van potentie. Van welke soorten zouden er nou kunnen zitten in deze type gebouwen? Ja. Nou, zoals je kan zien op het plaatsje achter mij hebben wij in het SNP meer soorten opgenomen dan eigenlijk volgens de wet streng beschermd zijn. De vleermuizen, gierzwaluw, huismussen. Maar wij als Lelystad hebben echt een waarde bij de zwaluwsoorten, dus de boerenzwaluw en de huiszwaluw. En wij hebben een wens om de populatie van de spreeuw uit te breiden. Dus die soorten willen we eigenlijk gewoon net even dat stapje extra voldoen. Dus die hebben we meegenomen. En daar treffen we dus ook de voorzieningen voor. Ja. Ja. Realiseren mensen zich of bedrijven, particulieren, realiseren die zich wel dat het dus altijd verder gaat dan alleen maar die vleermuis die je in de schemering ziet vliegen. Dat het dus ook om de vogels gaat. Dat denk ik niet. Ik heb zelf ook vaak onderzoek buiten gedaan. En als je dan met de bewoners in gesprek gaat. Ja. En zegt van, waar doe je nu onderzoek naar? En dan zeg je dat je onderzoek doet naar de gierzwaluwen. En je legt uit welk type geluid ze maken. Hoe je ze kan herkennen. En waar ze dan daadwerkelijk verblijven. Zijn mensen altijd heel gemotiveerd van, daar heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. En als je eenmaal het geluid van een gierzwaluw hebt herkend. Dan ga je dat in de zomer, als je in juni op een terrasje zit. Dan ga je ze horen 's avonds. Dat is echt een hele leuke ervaring. Ja. Wat mooi. Ja. En om al die dieren een goede plek te geven, je hebt voor ons een voorbeeld meegenomen van ergens uit Den Landen. Ja, zeker. Dit is een heel mooie weergave van hoe een natuurinclusieve wijk eruit kan zien. Mooi groen, maar toch met nieuwbouw. En waar wij eigenlijk vanuit het SNP en de gebiedsontheffing streven naar behoud van verblijfplaatsen, willen we ook bij de nieuwe locaties gelegenheid bieden aan de soorten. En hier kan je het zien, de gierzwaluw met de kasten erachter, de huismus met de kast erachter en ook de vleermuis met de kast erachter. Ja. En zo kan je toch een heel natuurinclusieve wijk realiseren. Ook is het nieuwbouw. Ja. Natuurinclusieve wijk realiseren. En nou ja, er werd al even genoemd, hè? Jullie zijn een voorloper in Flevoland. Wij zijn, De eerste gemeente in Flevoland die zo daarmee aan het werk is. Maar er zijn al initiatieven ook voor Flevoland breed. Ja, we hebben in januari een symposium gehad over dit onderwerp voor alle gemeentes. Harold heeft de aftrap daar gegeven. Ja. En wat je eigenlijk aan de hand daarvan ziet, en ik denk dat de Kamerbrief van de minister zeker ook heeft geholpen. Maar dat gemeente Almere vanuit de RES eigenlijk het voortouw hebben genomen. En met de andere gemeentes in gesprek zijn gegaan van zullen we dit niet gaan coördineren? Zullen we niet eigenlijk een SNP-coördinator gezamenlijk aanstellen? Nou ja, daar vinden nu gesprekken over plaats. Is nog niet zo ver, maar ze zijn daar wel concreet met Arcadis bijvoorbeeld over in gesprek. En die vinden dat ook heel interessant, omdat ze eigenlijk dan in één keer
een heel aantal gemeentes eigenlijk ook kunnen bedienen. En dat is voor hun ook veel interessanter dan hier en daar een gemeente, zeg maar. Precies, en dan zorgen samen om Flevoland zo natuurvriendelijk mogelijk te houden ook. Ja. Aan ja, jou vooral het antwoord, Jeroen, daarover. Nou ja, het is wel mooi zijn, hè, als we langzaam zeker een stad krijgen met echt heel veel natuur erin, waarbij iedereen kan genieten. En ik denk, de meeste, sommige mensen zullen zich ook wel afvragen van waarom doen we dit eigenlijk allemaal? Maar het kan je ook een heleboel ellende besparen in de vorm van muggen en dat soort zaken. Oh ja, ja. Wat dat betreft is het heel mooi als de natuur gewoon een mooie plek krijgt in zo'n stad. De natuur krijgt een mooie plek in de stad. En daar zijn jullie allemaal hard voor bezig. Dankjewel Jeroen, dankjewel Nicolai, dankjewel Mark voor dit mooie gesprek. Wil je meer weten over dit onderwerp? Natuurvriendelijkisoleren.nl. En natuurlijk kun je naar de website van Landschapsbeheer Flevoland. En in het geheel afrondend danken wij iedereen die hier meegewerkt heeft aan dit mooie kenniscafé. Harold, dank je wel dat je mijn tafelgast was. Leuk. Naast alle andere mooie gesprekspartners die we samen hier hadden. Meer informatie over de VEA, vea.nl. En dank natuurlijk aan de studio voor de goede ontvangst en de fijne samenwerking. Ook de mensen van de provincie en alle tafelgasten. Dank jullie wel en dank u voor het kijken. Blijf betrokken bij de VEA en bij alles wat er op uw pad komt rondom de energietransitie.